Ja, vrienden, ik kreeg een briefje hier van deze mensen hier. Dit is, ja, zie je ze zitten? Dit zijn Edwin en dat is Jessica. Veenendaal heet. En hij schreef aan mij en zei, Harry, ik wil graag met jou op de foto. Ik ben een fan door dik en dun. Ik zeg nou, maar hij schreef er nog wat bij. En dat is een heel droevig verhaal, beste vrienden. Jullie weten van mij, het is altijd Polonaise bij mij. Het is bij Hoevelaken linksaf. En plezier. Maar het leven is niet altijd even leuk. Nee, totaal niet leuk. Het leven is soms kei en keihard. En deze mensen, die zijn daar een voorbeeld van. Want, ja, laat ze zelf het verhaal maar vertellen. Ja. Edwin, vertel, wanneer zijn jullie elkaar tegengekomen? Ja, we zijn elkaar tegengekomen, Harry. In eerste instantie heel erg bedankt dat we mochten komen. Ah, oké. Okay. Dat vind ik fantastisch. Goed, ja. Het was altijd een droom. Maar ja, wij zijn elkaar tegengekomen in januari 2019. Ja. En in 2019 was er een pokertoernooi van de Nederlandse pokerorganisatie, Amateur Pokerwereld in Nederland. Ja. En toen zag ik Yes. En toen dacht ik, wat een leuke vrouw is dat. Want die kijk, op dat moment in kijk, leiding. Kijk, maar welk jaartal hebben we het over? 2019. 2019 ja. Zijn jullie elkaar tegengekomen. Klopt. Goed. Ja. Nou, en vertel verder. En toen? Ja, hele leuke vrouw natuurlijk. Wij zijn een relatie begonnen in maart uiteindelijk van het jaar. Ja. En we hebben gewoon een heel leuk leven. Een jaar later zijn we gaan samenwonen in Willemstad in Noord-Brabant. Die heb je ook op Curaçao natuurlijk, daar heb ik liever gewoond. Ja, dat is ook in ja, dat is aan de haal en dat is aan het water. Ja, 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 precies. Ja, dus ja. En het leven was gewoon heel erg leuk en goed, gezellig tot juli van dit jaar. Ho, ja. Horen we dat, vrienden? Tot juli van dit jaar. En wat gebeurde er toen? Nou, op 4 juli kwam mijn vrouw, inmiddels Jessica, die kwam thuis. En die had een bultje bij haar sleutelbeen. Ja. En na nader onderzoek betekende het dat het een uitzaaiing was van een vergevorderde longkanker. Nooit gerookt, nooit gekke dingen gedaan, maar de longkanker is inmiddels uitgezaaid in het volledige lichaam. Waardoor zij ongeneeslijk ziek is verklaard, helaas. Wow. En dat is natuurlijk een verschrikkelijk iets. Ja, vrienden, kijk, dat zei ik net. Het leven is soms is oneerlijk, hè? Ja, dan? Dat klopt. Ja, ja? Ja. Het gebeurt altijd bij een ander in principe. Ja, ja, ja. En nu komt het heel dichtbij. Ja, het is oneerlijk. En keihard, Jessica, of niet? Ja. Ja. Ja, Jessica is niet van veel woorden, beste vrienden. Dat zeg ik al vooraf. Nee. Maar ik vind het al geweldig dat ze gekomen is. Want Jessica is al heel erg ziek, of niet? Ja, hè? Heel vermoeid. Ja, nee? Eigenlijk, het is allemaal heel vermoeiend op dit moment voor haar. Ja. Ja, ja. Ze heeft zich er echt voor op moeten laden. Ja. Ja. Maar goed, jullie zijn pas geleden, een paar maanden geleden, zijn jullie echt getrouwd. Ja, dat klopt. Ik ben uiteindelijk, toen wij van de doktoren hoorden dat we eigenlijk alle dingen die we voor de toekomst gepland hadden, naar voren moesten halen. Ben ik meteen aan de gang gegaan voor de grootste droom die Jess had. En dat is trouwen met de man van haar dromen. Nou, dat was ik in dit geval haar. Kijk. Dus ik heb in 3 weken tijd een hele mooie bruiloft weten te regelen. Wow. Met behulp van een aantal vrienden. En ik ben dus getrouwd op mijn 50ste verjaardag, 20 september. Kijk, en hoe oud is Jessica ook zoiets, hè? Ook 50. Ook ja. 50, allebei 50, vrienden. Ja. Allebei 50 en eigenlijk geen toekomst, hè? Want dat is het gewoon. Het is leven met de dag, hè, momenteel. Ja, dat klopt. En dat is heel zwaar, maar wij zijn hele positieve mensen. Zo kent iedereen ons ook eigenlijk. Wij leven met de dag, maar we maken van elke dag, net als jij, een feestje. Kijk. En dat moet je doen. Kijk, ja, dat is de andere kant van de medaille. Dat wil ik jullie dan toch even meegeven, vrienden. Dat ja, pers elke dag. Hè? Absoluut. Uit als een citroen tot de laatste. Nou, als een sinaasappel tot de laatste druppel. Ja. Hier zit het bewijs. Ja. Hè? Het is echt, jongens, je hebt maar één leven.
Je moet ervan genieten, elke dag. Heb elkaar lief, is heel belangrijk. Heb respect voor elkaar, maar hou van elkaar. Dat is denk ik het belangrijkste in deze wereld. En ook als je zeg maar zo'n vooruitzicht heeft als mijn vrouw inmiddels. Ja, dat is heel triest. En dan kun je twee dingen doen. Je kan bij de pakken neer gaan zitten, Harry. Dat weet jij, maar dat zo zijn wij niet. Wij genieten van elke dag. Met de mogelijkheden die we hebben. Ja. Ja. Maar ja, hoe gaat dat dan bij jullie nou? Ik bedoel, hoe ga je daarmee om? Ik bedoel, zit je de hele dag in tranen? Of leef je gewoon door? Of denk je van, laten we maar genieten van elkaar en het zal wel? Hoe moet mensen, je omgeving gaat natuurlijk anders reageren. Ja, onze omgeving. Want die weten ook niet meer wat ze vragen moeten enzovoort. Ja, dat klopt. Er zijn mensen die natuurlijk niet weten hoe ze ons een vraag moeten stellen. Nee. En mensen die, als we ze zien, ja, dan zijn ook mensen die niks durven te vragen. Maar wij hebben een fantastisch mooie, liefdevolle omgeving. Wij hebben heel veel dierbare, fijne mensen in onze buurt. Die zeker nu in deze slechte tijden voor ons zijn. En Jess en ik, die staan elke dag op. En dan kijken we wat er mogelijk is. We kijken naar haar mogelijkheden die zij heeft. Heeft zij een puff om er even uit te gaan? Ja, dan zorgen we gewoon dat we lekker op een terrasje een kopje koffie gaan drinken. Ja. Dat zijn de momenten die wij pakken en daar genieten wij van. Ja. We kijken echt naar de mogelijkheden die er zijn. Nou. Ja joh. En hoe lang? Ja, dat is dan altijd de vraag, hè? Ja, prognoses geven ze eigenlijk niet meer af. Hoe lang is het nog, Jessica? Ja. Dat weten we niet. Nee? Wat denk je zelf? Ja, we hopen een jaartje, hopen we, maar goed. Ja? Ja, dat is het niet meer dan dat? Nee, het is echt. We hopen, laten we het zo zeggen, we hebben elke keer lichtpunten die we creëren. Ja. We gaan eerst hopelijk nog fijn samen kerst vieren. Hè? Ja. Dat is het volgende lichtpunt. Ja. Ja, en dan is het kijken hoe lang het nog gaat. Maar goed, Jess is onder behandeling momenteel. Krijgt volgende week haar vierde chemokuur. Ja. Dat houdt dan op. Dan gaan ze met onderhoudskuren proberen Jess haar leven nog iets te verlengen. Alleen, ja, jij weet net zo goed als ik. En dat weten de mensen thuis denk ik ook wel. De chemo is niet alleen maar met die slechte cellen bezig. Maar ook met je lichamelijke gesteldheid momenteel. Ja, ja. En dat is momenteel voor Jess heel erg zwaar. Dat hakt er enorm in. En de artsen zullen daar ook naar kijken wat nog kan. He, op een gegeven moment zullen de artsen zeggen van ja, tot hier en niet verder. En dat is echt wel een dingetje. Ja. Ja. Ja, het leven kan soms keihard zijn. Ja, het is keihard. Ja. Taai. Ja, dat is het. En, maar ja. Maar goed, daarom zeg ik ook tegen jou en tegen de mensen thuis. Ja, dat wou ik nou even tegen jou zeggen. Ja. Het is natuurlijk een in- en intrigs verhaal dit. Ja. En in- terug. Maar ja, dat is ook een heise volger en onder onze volgers is dat ook, vrienden. Het is niet altijd holadier. Nee. En dat horen we hier. En dit is een intriest verhaal. Kijk, ze zitten, ze kennen elkaar net. Maar we houden wel van elkaar. En die houden ontzettend van elkaar en dat mag dan niet doorgaan. Nou. Ja. Wat wil je nog tegen de volgers zeggen? Ja, ik heb het net zojuist al gezegd. Ja. Heel simpel. Jij vrolijkt ons, en dat mag ik gewoon richting jou zeggen. Ja. Jouw filmpjes vrolijken ons altijd op. Ja, maar spreek tegen de volgers. Ik spreek tegen de volgers. Ja, mensen, wat ik net al zei. Als dit soort dingen gebeuren, ga niet bij de pakken neerzitten. Pak elk moment van de dag, elke seconde. Geniet van elkaar, doe leuke dingen met elkaar. Dan krijg je er later nooit spijt van. Hou van elkaar, is heel belangrijk in deze wereld. Nou, is dat knap? Ja. Onder deze omstandigheden, als je dat kan zeggen. Nou, geef er een dikke zoen, kom op. Ik hou van je, dat weet je.